Ik ben Stephanie Albertson, dochter van een Arawakse moeder en een Caraïbse vader. Ik ben DJ, ik ben afgestudeerd filmactrice. Ik ben member van de Dutch ballroom scene. Ik ben modeontwerper. Ik ben Charissa Shotu. Mijn voorouders zijn allemaal uit India gekomen met de boot naar Suriname als contractarbeiders, dus ik ben Hindoestaans. Ik ben journalist in het dagelijks leven. Charissa, op welke manier heeft de geschiedenis van contractarbeid in Suriname jouw persoonlijke identiteit beïnvloed? Grote vraag. Ja. Ik heb best wel veel angsten of zo. Gewoon als mens zijnde, denk ik, is dat ook wel normaal. Of onzekerheden, maar ik heb ook een best wel krachtig gevoel van trots. En ik moest toch een beetje uitvinden waar dat vandaan kwam. Ja, mijn voorouders zijn onder valse voorwendselen naar Suriname gehaald eigenlijk. Dus er werd daar in India groot een soort van mensen ingezet om te vertellen dat er een plek is waar het heel, heel goed voor je is, waar er werkgelegenheid is en waar je kan komen werken en dan weer terug kan gaan. Dat was eigenlijk een beetje het idee. Dat kon ook uiteindelijk als je dat wilde, maar het was niet de bedoeling dat ze zijn eigenlijk, contractarbeiders is natuurlijk een verkapte naam van tot slaven gemaakt eigenlijk. Ja. De verschillen zijn niet kleiner of groter dan de transatlantische slavenvaart, zeg maar. Dus op die manier zijn ze daar naartoe gekomen en ook op een van de eerste boten. En sinds ik me ben gaan verdiepen in kolonialisme en wat dat doet met mensen, en niet per se met een structuur van een land, maar echt met de mensen, dus mijn familie, kan ik mezelf ook beter begrijpen. Heb ik een basis voor die onzekerheden en voor die angsten en voor dat gevoel van trots en voor mijn liefde voor natuur bijvoorbeeld. Ja, daar kan ik me ook wel in vinden inderdaad. Ja, dus ja, ik denk dat heel erg mijn identiteit nu bepaalt, maar ook de vragen beantwoordt die ik vaak heb. Ja, denk mooi. Ik. Ja, herken je het een beetje bij jezelf? Ja, zeker. Ik heb natuurlijk inheemse wortels. En wat het voor mij betekent is eigenlijk waar het allemaal is begonnen. Het is de oorsprong. En de oorsprong is niet zo mooi. Het is, het is geen mooie bladzijde. En ik wil er niet meteen zo negatief instappen, maar ik moet er wel eerlijk over zijn. Hoe dat voor mij voelt en wat dat voor mij betekent. En ja, voor mij betekent het toch wel landroof en grootste genocide. Verloren taal. Ja. Er is zoveel van jullie afgenomen. Ja, er is heel veel afgenomen inderdaad. Ja. Onderdrukking, tot heden ook. En het zit heel erg diep. Je zei net van ik wil niet gelijk soort van negatief met de negatieve dingen beginnen, maar sta je wel in stil bij wat daarvoor was, voordat zeg maar kolonialisme een ding werd? Ik denk dat we daar best wel vaak, of te vaak nog niet naar kijken, dat het soort van onze geschiedenis begint bij kolonialisme en dat is natuurlijk Klopt, nee, niet dat zo. Is zeker niet zo. En nee, zeker ik heb niet. Ook heel vaak dat ik dan gelijk begin met, oh ja, er is zoveel van ons afgenomen. En, Klopt. Inderdaad, de taal, dat vind ik heel belangrijk en dat soort dingen. En tegelijkertijd denk ik ook, ja, we waren ook gewoon. Ja, we waren een hele gemeenschap. Ja, we waren koningen en koninginnen. Klopt. En we hadden dorpen en Klopt. Daar zijn bepaalde spiritualiteiten en dingen die zijn daar zo belangrijk geweest. En daar Klopt. Begint onze geschiedenis niet. Nee, daar inderdaad. Waar de kolonisten dingen van ons kwamen afnemen, weet je wel. Nee, zeker weten. Denk dat je dat even zo aanvult, want dat is inderdaad ook echt zo. Zo kijk ik er inderdaad ook naar, weet je. Ik haal ook wel echt heel veel kracht uit mijn moeder, moet ik eerlijk zeggen. Tenminste, moet ik zeggen. Ik weet nog dat ze me een keer een verhaal vertelde over wat ze had meegemaakt op de basisschool in Suriname als 6-jarig kind. En dat was dat ze naar voren werd geroepen door de docent omdat ze een som moest maken op het bord. En ze begreep die som niet. Dus ze kon hem niet maken. En in plaats van dat die docent haar hielp, had die docent haar voor domme Indiaan uitgemaakt. Voor de hele klas. En
Daarin merk je dan toch ook weer dat er toen ook best wel, ja, nog steeds ook best wel veel verdeeldheid is in Suriname. En toen ook al heel veel discriminatie onderling bezig was. En dat ze, ja, de inheemse echt als een dom volk zagen, zeg maar. En mijn moeder die was toen naar huis gegaan, naar school. En die kwam huilend thuis. En mijn oma, een hele sterke, zelfverzekerde vrouw ook. Die vroeg haar van, ja, waarom huil je, meisje, waarom huil je? Toen zei, ja, de docent die zegt dat ik een domme Indiaan ben. En nou, mijn oma die was toen de volgende dag naar school gegaan. En de docent heeft het echt geweten. Ja. Die heeft het echt geweten. Mm-hmm. En ze heeft toen met mijn moeder gesproken en gezegd van, luister dan, het is een onwetende vrouw. Je bent zeker geen domme Indiaan. Mm-hmm. Je bent een super sterke, zelfverzekerd meisje. En dat is ook hoe ik jou, mm-hmm. ja, hoe ik jou groot wil brengen. Laat niemand jou ooit zeggen dat je dom bent of minder. Ja. En dat heeft mijn moeder mij ook weer meegegeven. Al sinds dat ik jong, sinds dat ik klein ben, spreekt ze me altijd heel veel kracht toe. En zelfverzekerdheid. En dat ik gewoon sterk in mijn schoenen moet staan. Vooral in een maatschappij als deze. En ja, ik haal daar echt heel veel kracht uit mijn moeder. Ja, mooi. Ja. Mooi. Hoe ben je nu met dit thema bezig? Ik ben met dit thema bezig door hier te zijn. Mijn stem te laten horen. Op plekken als deze. Maar onder andere ga ik ook wel eens naar bijeenkomsten van Mayuri Amsterdam. Het is een organisatie die zich bezighoudt met bewustwording en community building eigenlijk ook weer. Omdat we zo klein zijn. Ik hou me ook voornamelijk bezig met het thema door middel van de producties die ik maak in mijn muziek. Mm-hmm. En in mijn speelstijl als ik draai. Vind ik het altijd heel erg belangrijk om de tribal sounds daarin te verwerken. Mooi. Ancestral sounds. Dat vind ik wel heel erg belangrijk aan mijn eigen sound. Om dat wel echt door te geven. Ook al wordt het niet zo zwart-wit benoemd. Vind ik het wel belangrijk dat die vibraties wel door de ruimte zweven. Ja, mooi. Als journalist hou ik me heel erg veel bezig met identiteiten. En hoe de geschiedenis daarop werkt en hoe hedendaagse beleid jouw identiteit vormgeeft. Dat is een beetje wat ik in mijn werk probeer te doen. En dan, als ik het heb over slavernijgeschiedenis, over contractarbeid, van oost naar west overigens, wat Nederland heeft gedaan, dan ik ben heel blij dat ik die verhalen mag maken, maar het kan zoveel pessimisme in me opwekken. Ja, dat kan ik echt heel goed begrijpen. Er is natuurlijk een gedeelte van die vanuit Suriname hier naartoe is verhuisd, die minder AOW krijgen. Mm-hmm. Een AOW-gat hebben, mm-hmm. als ik dit goed zeg. Dus die krijgen minder geld tijdens hun pensioen dan de witte Nederlander. Mm-hmm. En mijn oma die heeft eigenlijk heel haar leven lang voor ministeries gewerkt hier in Nederland. Mm-hmm. En toen ze in Suriname werkte, heeft ze ook boekhouding gedaan. Maar omdat ze daar dus al begonnen is met werken, heeft ze nu zo'n AOW gehad. En dat voelt gewoon heel oneerlijk, omdat zij eigenlijk heel haar leven ambtenaar is geweest van het Koninkrijk. Mm-hmm. En ik heb daar, qua journalistiek heb ik daar niets mee gedaan, omdat het me heel erg boos maakt. En ik merk als dingen me heel erg boos maken, moet ik eerst een plek vinden om het te ten ruste te leggen, ja, omdat precies. Ik anders niet mee kan werken. Dus ik heb het in spoken work gedaan, zodat ik daar boos kan zijn daarover. En toen kwam ik eigenlijk op hoe dit allemaal doorwerkt. Dus het ging van een AOW-gat naar hoe we de Nederlandse taal onder de knie moeten krijgen en hoe snel je daarop wordt aangesproken als je het even fout doet. Ja, klopt. Ik denk dat de balans daarin vinden gewoon heel moeilijk is. En soms vind je hem, toch? En dan heb je hem een paar dagen. Ja, inderdaad. En dan gebeurt er iets en dan is het weer dan weg. Dan kijk je weer een film of iets. Of dan hoor je iemand op straat weer een domme opmerking. Ja, of dat of inderdaad. Of zo. En dan... Ik heb ook heel vaak als een Nederlands persoon aan mij vraagt, wat is je afkomst? Dan zeg ik, nou, raad maar. Ja. En dan zegt ze, nou, ik denk misschien iets Indo of Javaans of iets. Dan zeg ik, nee, ik ben inheems Surinaams. Mm-hmm. Inheems, oké, ja. Wat is dat?
Wat is dat precies? Ja. Heel veel mensen weten ook niet wat inheems zijn is. Of ja, dat we er überhaupt nog zijn. Ja, maar zij zijn natuurlijk ook de koloniale termen gewend van inheems. Ja, klopt. Dus ik denk dat... Ja, als ik dan zeg van ja, Indiaans. Ja. Dan, maar het woord Indiaans, ja, Indiaan gebruiken we liever niet. Nee, tuurlijk. Dat is dus, welke verhalen over de Hindoestaanse Surinaamse gemeenschap mogen we niet vergeten? Wow. Dat zijn er best veel, denk ik. Mm-hmm. Er zijn heel veel verhalen die we nog niet weten. Er is eentje die er voor mij altijd een beetje uitsteekt. Is van Janita Tari, heet ze. Mm-hmm. En zij werkte op plantage Zorg en Hoop. Mm-hmm. Zij heeft toen een opstand geleid. Dus maar dat is in 1886. Tussen 1883 en 1886. Heeft zij een opstand geleid. En zij is daar doodgeschoten. Mm-hmm. En die opstand leidde zij, een van de weinige vrouwen ook van wie ik het weet. Er is niet zo heel veel bekend over vrouwen in die geschiedenis. Dus dat is ook een voornemen van mij om daar meer onderzoek naar te doen. Maar zij leidde dat door middel van het gebruik van stenen en van andere dingen. Alles behalve echt wapens, zeg maar. Ja. En zij werd toen doodgeschoten van achteren, is het verhaal nu. En dat laat denk ik ook heel erg zien hoe heldhaftig dat was. Ja, zeker. Door dat soort verhalen voel ik me geworteld. Want ik kan me heel erg ontworteld voelen. Ontworteld voelen soms, ja. Vooral hier in Nederland. Ja. En dan hoor ik dat en denk ik, oh ja, wij zijn, we've been here gewoon als strijders. Ja, ja. Maar dat maakt het ook wel weer vervelend dat het nu zo doorleeft. Dat we nog steeds... Dat het verleden nog steeds heel erg in de haarvaten zit van de samenleving en van onze instituties. Steeds aan het doorbloeden. Ja. Toch wel. En, dus dat maakt me soms ook een beetje pessimistisch. Mm-hmm. Ja. Dat we al zo lang... Ja, we zijn al zo lang bezig. We zijn al zo lang bezig. Ja. Maar tegelijkertijd, als zij het konden zonder de wapens, dan kunnen wij het met de woorden die we nu kennen. Ik denk ook meer welke namen mogen we niet vergeten. Mm. Van onze verzetstrijders. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dat we die niet vergeten. Namen zoals Tunay. Een grote verzetstrijder. Die 11 jaar lang heeft gestreden. In wrede, wrede oorlog toen. En uiteindelijk wel een vredesverdrag heeft moeten tekenen. Maar ook de opperhoofd Paramoro. En je hebt dus het Van Sommelsdijk kreek. Ja. Dat was een Ameerplaats. En de inheemsen hadden dus de Van Sommelsdijk kreek vernoemd naar Paramoro Ribo. Mm-hmm. En toen de Europeanen daar aankwamen, vroegen ze aan de inheemsen van... Hey, waar zijn we? Toen zeiden ze, je bent in Paramoro Ribo. Mm. En... Zij konden dat niet uitspreken en toen hebben ze daar Paramaribo van gemaakt. En dat is dus nu, tot heden, Paramaribo. Ja. De stad Paramaribo. Dus toen ik daar achter kwam, dacht ik wel van ja, nou, dit is wel echt iets wat we niet mogen vergeten. Want jullie waren natuurlijk geworteld al in Suriname als inheemse. En ik voel me daar ook heel erg geworteld als ik daar ben. Mm-hmm. Maar ik besef ook wel dat natuurlijk... Ja, zij hebben besloten daar te blijven. Want sommigen kregen de keuze van... 100 gulden of gaan, land of ga terug naar je eigen land. Ja. en dat hebben ze uiteindelijk niet gedaan. Dus Suriname voelt voor mij heel erg als thuis. En heel veel mensen vragen zich af waarom dat India dan niet is. Maar het is al zoveel voorouders van mij komen uit Suriname en niet uit India. Alleen de verschillen denk ik die er zijn tussen de transatlantische en dan die vanuit het oosten naar Suriname is dat Hindustanen nog best wel hun cultuur mochten houden en uitvoeren. Ja. Mm-hmm. En dat van de transatlantische tot slaafgemaakte, dat werd allemaal afgenomen. Klopt. Dus de condities waren niet beter, maar ik denk dat je veel meer geworteld voelt. En jezelf tot uiting kan brengen als je weet wat je cultuur is. Ja, klopt. En hoe je dat in rituelen uitvoert. Mm-hmm. En dat is tot op de dag van vandaag voor mijn familie ook heel belangrijk. Dus... ik ben blij dat ze dat hebben kunnen meenemen, ondanks dat ze onder erbarmelijke omstandigheden daar naartoe zijn gebracht. Ja, dat snap ik wel. Want wat heb je dan zoal bijvoorbeeld van je cultuur meegekregen? Zijn er wat dingen die je zou kunnen... Ja, het is eigenlijk omdat ik dus... Ja, mijn moeder liet me daar heel erg vrij in of zo. Dus ik ben niet
heel gelovig opgevoed. Diwali doen we dan sowieso. Mm-hmm. Dat vind ik sowieso heel mooi, want dat gaat natuurlijk over het licht wat overwint van de duisternis. Ja, klopt. Dus in die zin vind ik dat gewoon belangrijk, maar ook heel erg mooi. Maar ik ben niet heel streng gelovig. Mm-hmm. Ik heb het wel vanuit familie meegekregen hoe dat dan eruit ziet. Maar ik mocht altijd zelf kiezen of ik daar iets mee deed, ja of nee. Mm-hmm. Maar ik zie ook dat hoeveel het mijn oma brengt en hoeveel het mijn opa brengt, dat zij hun cultuur hebben. En, mm-hmm. en dan te beseffen dat ik eigenlijk altijd mijn opa en oma heb zien bidden. Mm-hmm. En hoeveel kracht ze dat geeft om te zijn wie ze nu zijn hier in Nederland. Daar haal ik ook heel veel kracht uit van, oh ja. Mooi. We zijn op een fucked up manier hier gekomen, ja. maar we hebben wel gelukkig nog iets kunnen bij ons bouwen. Juist. Waar zij hun kracht uit konden vinden. Mooi. Ja. Hoe werd vroeger over het slavernijverleden of de contractarbeid gesproken door familie en ouders? Ja, niet dus. Niet? Nee, ja, daar werd totaal niet over gesproken. Mm-hmm. En wat ik van school meekreeg was natuurlijk de VOC die het geweldig heeft gedaan. Mm-hmm. En ik leer natuurlijk, Piet Hein heeft een tunnel, toch? De Piet Hein tunnel. Ja, klopt. En ik ben wel zo nieuwsgierig geweest, waarom de F heeft deze guy een tunnel? Ja. Vernoemd. Ja, dat... Ik kan daar niet, ik vind dat heel vervelend. Nee, ik vind het ook echt, ja. Maar dat is een beetje hoe ik het allemaal heb meegekregen. Ik heb het niet vanuit huis meegekregen. En dan wil ik daar toch wel een soort van ook weer op terugkomen. Want het is niet zeg maar dat het bewust niet besproken werd over het slavernijverleden, over contractarbeidtijd. Maar we hebben het altijd heel veel over natuur in de familie. Ja, en we vinden wandelen belangrijk in de natuur. Mm-hmm. En mijn oma, al mijn oma's en oud-tantes, die hebben planten en dat zijn hun alles. Can't fuck with the plant, zeg nee, maar. Idee. En mijn moeder nu ook. En ja, toen ik naar Suriname ging, zag ik het ook weer terug bij heel veel andere familieleden van mij. En sowieso is daar heel veel natuur. Dus ik denk dat in die zin hebben we het er misschien niet bewust over gehad. Maar we zijn wel kinderen van de natuur. Juist, ja. En op die manier heb ik het eigenlijk wel meegekregen. Maar ik moest even wat ouder worden en er meer over leren en horen voordat ik dat besefte. Zo. Het is echt heel mooi hoe onze culturen zoveel... Ja, gewoon echt wel echt eens zijn met de natuur inderdaad. Ja. En heel veel respect daarvoor hebben. En echt, je leeft gewoon naast elkaar als het ware. Ik denk ook dat dat het meest is wat ons verbindt. Klopt,